Het zijn van die wedstrijden die zijn op voorhand lastig en dan lijkt de overwinning misschien wel heel erg belangrijk. Ja, maar ik denk dat niet in deze fase, maar in de competitie, als je een doel voor ogen hebt om zo hoog mogelijk te eindigen, dus kampioen wil worden, dan weet je dat je elke wedstrijd moet winnen. En ook de wedstrijden dat je eigenlijk misschien wel niet verdient om te winnen, zelfs die moet je ook winnen. En ik denk dat we dat vandaag gedaan hebben. Was dit inderdaad zo een waarbij de tegenstander misschien wel een punt had verdiend? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je kijkt, ik denk dat hier alle lof uitgaat naar Andreas vandaag. Isaksson was echt ongekend, denk ik. Dus hij had het hele seizoen, hoor. Dus niet alleen deze wedstrijd. Het hele seizoen al heel erg goed. En vandaag pakt hij gewoon onze drie punten. We had some work in the first half and then in the end of the second half also quite a bit work to do, but We played good some parts of the game and maybe in the end we had a little bit of panic, you know, and they were a good team and they are a good team and it's difficult to come here and play and on the kunstgras also. Het lijkt er een beetje op alsof we hele fases in de wedstrijd hebben op het moment. We zitten even in zo'n fase dat we hele goede momenten hebben met afgewisseld met dat we in één keer heel erg onder druk komen te staan. Die momenten moeten er gewoon snel uit en willen we echt doorstoten en echt het doel halen wat we voor ogen hebben. We had some luck on our side and the strength is that we win today even when we don't play at top level. We still managed to take 3 points and that's could be very important in the end. Het is belangrijk voor ons dat we de 3 punten hebben en snel vergeten en doorgaan.